Yo kijkers van Twinity, welkom bij de 5e aflevering van Road to Oranje. Vandaag gaan we beginnen met een paar nieuwe chille upgrades, maar zoals je ziet gaan we eerst even de contracten van 4 spelers en Louis van Gaal bijwerken. Het wordt er nu dan echt tijd dat we van onze non-rare bronzen spelers afkomen. En helaas moeten we dan Ibui en Johnson gaan verkopen. Johnson, we hebben zoveel plezier van hem gehad, hij heeft zo'n goede wedstrijd gespeeld. Maar helaas moet hij dan toch eruit om toch maar een upgrade op zijn plek gaan halen. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. We hebben wel echt heel veel plezier van deze speler gehad. Dus Johnson, vaarwel. Onze eerste speler die op de rechtsmiddenvelderpositie gaat staan is dan Kalon. Hij heeft eigenlijk een betere kaart dan Johnson. Hij speelt ook eens in de Eredivisie. Dat betekent dat we meer groene linkjes krijgen. Hij heeft 83 snelheid, 64 dribbelen, 56 schieten, 52 passen. Alleen zijn physical is heel erg slecht. En zijn verdedigen, ja, dat is gewoon echt belabberd. Op de rechtsachterpositie halen we dan sowieso denk ik de beste rarbronzen speler die er is. Ezebue, hij heeft 76 snelheid, 64 dribbelen, 65 physical en 66 verdedigen. Dat is best wel een goede kaart voor mijn nieuwe rechtsback. We geven onze cam dan ook een nieuwe upgrade en dat wordt Mitchell Paulussen van Roda HC. Deze heeft ook best een goede kaart, namelijk met 77 snelheid, 69 dribbelen en 67 physical kan hij makkelijk ons team beginnen. Zoals je ziet is het gewoon echt al een stuk beter en ik denk dat Paulussen voorin daar goed het spel zou kunnen verdelen. En dat de flanken toch nog veel sneller zijn en ook sterker zijn. Aangezien Burnett een betere verdediger is, met zeker laat nog heel veel last, omdat hij niet goed is in verdedigen. Maar laten we snel de eerste wedstrijd ingaan en dan zullen we zien wat we gaan maken. We hoeven nog steeds maar één wedstrijdje te winnen voor een promotie uit divisie 10, dus daar gaan we nu meteen op het begin voor. Oké, we hebben onze tegenstander gevonden, we spelen tegen een Duitser met een op zich best wel een goed team. Ik denk dat ons team even goed is. Ja, dit is niet nu al een 1-0 hè, Bas Dost! Ja, 1-0! We zijn pas 2 minuten bezig in game en Bas Dost maakt nu al een 1-0. Hij gaf de bal wel heel erg makkelijk weg. Ja, en als Bas Dost dan vrij staat, dan weet je meteen tot wat er gaat gebeuren. Want Bas Dost mist dit soort ballen gewoon niet. Burnett, onze nieuwe speler, loopt de flank op. En hij is best klein, zie je nu. Maar dat maakt niet zoveel uit als hij gewoon op de flank blijft staan. En hij heeft geen hoge ballen te ontvangen daar. Oh, Boale, wat doe je hier? Oh, Boale, hij is iedereen voorbij en hij schiet. En 2-0. Mooi doelpunt. Hij speelt iedereen voorbij. En hij scoort de 2-0. Binnen 10 minuten staan wij met 2-0 voor. En hij dribbelt er gewoon in. Hij is goed in dribbelen, merk ik nu. En dan kan hij meteen schieten. En hij scoort net niet op de lat. En in de rebound scoort hij. De kleine Kalon maakt het 3-0 in zijn eerste wedstrijd. Hij scoort eerst zelf de bal tegen de lat. En vervolgens scoort hij hem. Ik merk nu wel al dat ik goede spelers heb aangehaald. Oh, Mitchell Paulussen. Heel onverwachts pakt hij de bal af. En dan krijgen wij in één keer een kans. En Luc de Jong scoort hij dan. Scoort hij. Mitchell Paulussen. Ja, 4-0, wat een vreemd doelpunt is het tenminste met Mitchell Paulussen. Dat ziet er erg groot uit. Zij stond al op die positie daar. Oh, ja nou, we krijgen niet meer te weten of het Mitchell Paulussen was. Want na het scoren van een 4-0, denk mijn tegenstander, rot op, je bent veel te goed. En daarmee winnen we de wedstrijd met een 4-0 overwinning. Tenminste, als de FIFA-servers ook meer even meewerken. En dan zijn wij uit divisie 10, wat zal betekenen dat wij nu meer bonussen krijgen. En nu ook al een bonus hebben gekregen. Eens kijken wat het doelpunt. Ja, het doelpunt was van Paulus op het einde. Dus Dost, Paulus, Kalon en Oboale hebben alle 4 gescoord. En wij winnen deze wedstrijd met 4-0. Na de 40ste minuut of zo. Als deze wedstrijd door was gegaan, hadden we misschien nog wel met 10 of met 8-0 kunnen winnen. Want tegen het ons echt helemaal niet goed. We hebben 2500 coins gekregen. Dat is ook best wel veel. En we zijn gepromoveerd. Waarmee we dus 2000 coins hebben gekregen. We hebben nu dus 8500 coins en omdat dit de 5e aflevering is, denk ik dat ik gewoon nog een paar upgrades ga kopen op 2 posities, omdat het wel makkelijk is als wij meteen nou al betere spelers hebben. Ik ga namelijk een nieuwe doelman en een nieuwe centraal verdediger kopen. De centrale verdediger die ik ga halen is Bijker van Heerenveen. Hij heeft veel pace, hij is best kunnen verdedigen en heeft een hoge stats in zijn physical, waardoor hij me wel een goede speler leek om aan te halen als nieuwe centraal verdediger. Dus die is binnen. En onze nieuwe doelman wordt van FC Twente, Stevens. Hij heeft eigenlijk best wel goede stats. 73 duiken, 72 reflex en 74, wat is dat, beheersing of hoe noem je dat? Balbehandeling, oké. Maakt niet uit, maar we hebben in ieder geval nu een nieuwe centraal verdediger en een nieuwe keeper. En laten we dan meteen een nieuwe wedstrijd ingaan in divisie 9. En kijken of we nog steeds zo overpowered zijn tegenover onze tegenstanders. Oké, daar gaan we dan, de eerste wedstrijd van divisie 9 en we spelen tegen een tegenstander die eigenlijk niet beter is dan ons qua team. Hij heeft er wel een gehuurde Godin in zijn team staan die totaal niet op chemistry staat en zijn linkerkant is een beetje
bestaan uit allemaal Engelse spelers, maar niet zo hele goede Engelse spelers, rond de 60, 50 rated. Dit moet een wedstrijd zijn die we misschien wel weer kunnen winnen. Onze eerste wedstrijd in Divisie 9, laten wij zien wat wij hier kunnen presteren. Oké. Holy shit, dan wordt hij hard getackled. Wat een snelle vrije trap en dan kan ik meteen hierop tikken op Paulussen. Die hem dan op de flank kan tikken naar Luc de Jong. En die hem misschien wel weer op Paulussen kan tikken. En dan kan het een heel mooi doelpunt worden als hij hem tenminste raak schiet. Maar dat doet hij niet in de rebound. Paulussen, een mooi doelpunt door de snelle vrije trap die Paulussen volgens zelf op Luc de Jong speelt. En Luc de Jong die hem dan weer goed terug speelt op Paulussen. Die hem dan goed erin schiet. Dan op het centrum kan Paulussen die bal aan nog overnemen. Die speelt de bal diep op Luc de Jong. Maar die paas komt niet aan. Maar Luc de Jong strijdt zich ervoor en pakt die bal toch aan Calon. Die vervolgens op die flank doorrent. En nu de bal wel erin gaat schieten. Ja, tuurlijk. Calon scoort de 2-0. Ook weer een nieuwe aankoop die scoort. De nieuwe aankopen die ik heb gehaald zijn wel goede aankopen. Want ze scoren veel. Ze spelen goed. Ze zijn snel. Ze hebben goede physicals. Dus ik ben blij met de nieuwe aankopen van dit team. Van deze aflevering. Het zijn er ook 5 of 6. Maar ja, het is wel echt heel mooi. En we zien ook dat er steeds meer vorm in ons team komt. Steeds meer zilver en gouden spelers die wij zien terugkomen in ons team. Duidelijk met tegenstanders AFK gegaan. Dit wordt dus een hele simpele overwinning. En ja, ik kan er eigenlijk niet veel over zeggen. Ik bedoel, als mijn tegenstander AFK gaat, ja sorry, maar dan maak ik het wel gewoon af. Zo ben ik nou eenmaal. Ik bedoel, ik ga daar niet wachten tot je terug bent. Pas door die dan hier de... Wow. Ik dacht dat pas zo zou dat 3-0 ging maken. Dat was ook bij de best wel een makkelijke schotkans. Ah, kom op. Nee, what the fuck. Paulussen. Nou ja, dit was dan de eerste helft. We staan 2-0 voor. Tegenstander nog steeds AFK. Ik weet niet waar die jongens heen is. Kwam eigenlijk heel erg onverwachts. Als hij dat dadelijk nog steeds is, ja, dan kan ik gewoon de tweede helft lekker spelen. En dan wordt het nog wel een grote score voor mij. Oh, lijkt erop dat mijn tegenstander nu wel weer terug is. Helaas, ik had in de eerste helft eigenlijk nog een kanaal afmaken door de 3-0 te maken met Bas Dos. Boale. Boale. Die houdt de bal goed binnen en past de bal op Bas Dos. Oké, rustig aan Bas Dos. Balletje tussendoor op Burnett. Dit is heel mooi gespeeld. En vervolgens zit die bal lang achter in de 16. Maar dat komt, ik geloof Bas Dos of Luc Dion komt er niet bij. Calon dan ook met een schot. En Calon scoort! Prachtig, Calon! Wat een voetballer is dat. Ik ben echt blij dat ik hem heb gehaald. Want hij speelt best wel goed. Dit is geloof ik zijn tweede doelpunt deze wedstrijd. En allebei de doelpunten waren best mooi. Mijn tegenstander heeft opnieuw geragequit. Dit zegt misschien wel wat over mijn niveau. En dat ik niet in divisie 9 hoor, maar in divisie 3 of 4. Colon heeft een 9,4 gehaald. Mitchell Paulus een 8,8. Luc de Jong een 8,9. Van Ginkel een 9,1. En Congolo een 8,5. Dit zijn toch echt geweldige cijfers vind ik zelf. Alleen bij mijn tegenstander zit de man of the match. Wie heeft de man of the match dan? Oh, niemand is de man of the match, want de wedstrijd was afgelopen natuurlijk. Maar ja, ik ben heel erg tevreden over hoe het tot nu toe gaat. Ik heb een goed team. En met dit team eindig ook deze aflevering. Ik krijg in deze wedstrijd nogmaals 600 coins, of ja, 561 coins. En we winnen onze eerste wedstrijd in Divisie 9. We hoeven nog maar 1 wedstrijd te winnen. En dan houden we ook al de handhaving voor Divisie 9. Ik weet wel zeker dat we ook kampioen worden in Divisie 9. En meteen doorgaan naar Divisie 8. Maar vond jullie het een leuke aflevering? Doe dan sowieso weer dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op Twinity. En dan zien we jullie in de volgende video weer. Waar we waarschijnlijk een paar upgrades gaan kopen. Maar ik wil heel erg graag wel gewoon Calon houden. Omdat hij gewoon heel erg goed speelt. We zullen wel zien wat we van upgrades gaan halen in de volgende aflevering. Doe nogmaals een blauwe duimpje omhoog. Subscribe op ons kanaal. En dan zien we jullie allemaal weer in de volgende video terug.